is Bruno met de voorzet in één keer. Gevaarlijk en dan in één tijd is daar Jelle Vossen. Bruno, dan Vossen. Goed hoor van Jelle Vossen. Ook uitstekend werk. Eindzend, dreigend. En Naroen heeft ruimte voor het schot. Wil een plaats, de redding van Romo. Nog eens kijken naar die kans. Slim gelaten door Gerkes. En Naroen die heeft heel veel tijd. Nu weer in de voeten van Amuzu. En dit is Mukairu. En hij laat het liggen. Oh, nog een parade voor Romo. De Norre die denkt, ja, ik kan hem krijgen. Uiteindelijk geweldige bal ertussen. En dat is niet makkelijk, Peter. Die botsende bal moet je in de drop pakken. Hij doet het goed, maar... Botaka. Weer van op afstand. En Romo. Dit keer wel naar buiten geslagen. Jordan Botaka, dit was zijn tweede poging. Binnenkant voet, die gaat naar het hoekje. Altijd opletten met die stuit, Romo doet dat. Kiest voor de veilige weg, hoekschop toestaan. Er even over voor de wedstrijd. Kijk eens een mooie voorzet in één tijd weer. Zo propt en dan, oh, hij pakt hem. Wow, klas. Daardoor kan hij die bal onmiddellijk afleveren. Ja, deze bal had gewoon binnen moeten zijn. Ja, dit moet binnen, maar Romo. Preveljaak mist hem. Een redding van Romo. Wat was deze strafschop? Kinderlijk slecht getrapt. Dat zie je. Heijmans aan de rechterkant. Goeie voorzet voor Vrijen. Een redding van Romo. Binnenkant rechts. Nam de Zwitser hem op de slof. En dan nog een nieuwe poging van Koitain opnieuw. Goed opgelost door een Waasland-Bever. Dat dus twee keer na elkaar echt kon dreigen. Vrij op die voorzet van Heijmans. In één tijd de overname. Schitterende parade hoor. Een echte kattenreflex van Rafael Romo en de tweede. Waasland-Beveren. Dicht bij een verlossende derde doelpunt. En de redding en dan nog eens Romo. Het is een schietkraam voor Rafa Romo. Nog niet afgelopen. De hoekschop van Sinani. En dan is het Wuitens die naar de grond kopt. En Brendan Schoonbaard, de twee centrale verdedigers. Die een gigantische kans krijgen op de 1-3. Twee keer Romo. En plots is daar Marlos Moreno, KV Kortrijk. En de eerste kans voor de West-Vlamingen is toch meteen een goeie. Voor Kortrijk pakte mee Moreno en dan scherpe hoek uithalen. En Romo doet het eigenlijk goed. Even moet je hem lossen. Gawaal, Tamari maar gaat er tussendoor. Hij wringt zich bij de bal, maar wie trapt er uiteindelijk? Toch de linker. Halen natuurlijk. Ja, links. Dan kan je niet.